En niet alleen voor de Antwerpenaren, maar ook voor restaurant Pomphuis en het Sint-Josefs Instituut in Antwerpen is de beslissing om de Lange Wapper niet te bouwen een mijlpaal. Allebei waren ze al van het begin heel fel tegen de brug. Nu die er definitief niet komt, kunnen zij opgelucht ademhalen. Op deze plek zou de Lange Wapperbrug gekomen zijn, vlak boven de speelplaats van het Sint-Josef Instituut, een school voor gehandicapte kinderen. Maar ook al kantte de school zich altijd hevig tegen de brug, van euforie is er nu echt geen sprake. De brug zou daar vlak over de speelplaats plaatsvinden. Dat is weg. Maar we hebben op zich geen probleem tegen het esthetische luik van de Lange Wapper. We hebben een probleem tegen de fundamentele problemen, zijn de toegankelijkheid, veiligheid en gezondheid van onze cliënten. En het tunneltracé biedt daar dus geen oplossing voor. De school ziet dan ook maar één echte oplossing en dat is verhuizen. Maar dat is ook niet eenvoudig. We werken met kinderen met een fysieke beperking, rolwagen gebonden. En omwille van brandvoorschriften bij voorkeur gelijkvloers. Dus zijn wij op zoek naar een grote locatie. En dat is in een grote stad niet evident. Maar ik denk dat er zeker oplossingen mogelijk zijn. Wel blije gezichten in het Pomphuis. Als de Lange Wapper hier had gekomen, dan hadden onze gasten hier... Daarnet was hier de zon aan het schijnen, nu helaas niet meer, dat is typisch België. Dan hadden ze ook nooit meer in de zon hier kunnen zitten. Want die kwam vlak boven ons terras. En de nok van ons dak is op 11 meter hoogte. Daar 3 meter bovenop, daar had dus de brug dus overgekomen. Reden genoeg dus om te vieren. Wij zijn zeer tevreden. En we hebben er al een nodige flesje champagne op gekraakt. De burgemeester van Mortsel, Ingrid Piraat, is verrast door de plannen om haar gemeente te ondertunnelen. De ondertunneling van de Krijgsbaan zou een oplossing moeten bieden voor de zuidelijke en oostelijke randgemeenten, die vandaag zoveel sluipverkeer moeten slikken. Maar er staat nog niets op papier en er werd nog niets becijferd voor die ondertunneling. Bovendien heeft Piraat haar bedenkingen bij zo'n lange ondertunneling. De ondertunneling van de R11 moet het verkeer van de zuidrand ondergronds naar het noorden van Antwerpen leiden. En dat van op de E19 in Wilrijk via Mortsel en langs de luchthaven aan de Krijgsbaan tot aan het rondpunt in Wommelgem. De burgemeester van Mortsel heeft alleszins heel wat vragen over die ondertunneling. Vergeef me, ik heb toch een paar bedenkingen bij zo'n lange ondertunneling van Wommelgem tot Wilrijk. 1, is dat financieel haalbaar? 2, is dat technisch haalbaar? 3, is dat een oplossing voor de mobiliteit? Want hier in Mortsel hebben we oost-west stromen, maar we hebben ook noord-zuid stromen. Blijf ook wel een beetje zitten met een wrang gevoel van is hier geen politieke deal gesloten. Als jij tunnels in Antwerpen, dan kan jij de tunnels in de zuidrand en nog iemand anders de luchthaven op zak steken. Allee, dat gevoel heb ik wel. Het prijskaartje van de tunnel is nog niet gekend. Bovendien is er nog niet geweten of die tunnel helemaal zal doorlopen of in bepaalde gemeenten net zal bovenkomen. Of de tunnel dan ook nog eens het verkeer zal weghalen uit de rand, daar is Piraat niet zeker van. Een eerdere studie in Mortsel zou het tegendeel al bewezen hebben. Men heeft hier eens gesimuleerd wat het zou zijn, wat een brug voor effect zou hebben. Hè. Een brug of een tunnel, hier over het kruispunt. En die simulatie van het Vlaams Gewest wees uit dat er 1200 wagens per uur meer zouden aangetrokken worden, waardoor het probleem zich verplaatst naar het volgende kruispunt. Ik heb zo een beetje het gevoel dat er nogal amateuristisch te werk is gegaan. Ze weten nog niet, gaan die boven komen ergens, gaan die helemaal ondergrond zijn? Allee, dat is zo kunst en vliegwerk een beetje, sorry hoor. En ook Noriant, het consortium dat was uitverkoren om de Oosterweelverbinding met brugconstructie te bouwen, liet vandaag nog eens van zich horen. Eerder al werd er gesproken over de enorme schadeclaims die Noriant zou eisen. En dat herhaalde CEO Lode Franke ook vandaag. Toch als ze geen rol van betekenis mogen spelen in het toekomstige project. Wel, ik zal u niks nieuws vertellen als ik u zeg dat het uiteraard een ontgoocheling is voor de ploeg van Noriant. U moet weten dat daar meer dan 100 mensen gedurende meer dan 5 jaar het beste van zichzelf gegeven hebben om daar een voor Antwerpen een mooi project van te maken. En als dat dan niet doorgaat, ja, dan is het alleen maar, ik zou zeggen, menselijk en begrijpelijk dat dat ontgoocheling teweeg brengt. Nu, gaan jullie schadeclaims indienen? We hebben altijd gezegd, Noriant wil graag de Oosterweelverbinding maken. En alleen als tegen alle verwachtingen in, laten we zeggen, dit toch niet tot een opdracht zou leiden,
Ja, dan zal uiteraard Noriant voor zijn rechten opkomen, dat is duidelijk. Maar op dit moment, ik heb daar straks het persbericht van minister Krevits gelezen. En daar staat in dat de Vlaamse regering aan BAM gevraagd heeft om met Noriant te kijken hoe het nu verder moet met de procedure. En ik denk dat het verstandig is om af te wachten wat dat initiatief zal opbrengen.